Nou, de disruptieve veranderingen die gaan plaatsvinden in de energiemarkt, dat zijn er een aantal. Laat me even beperken tot technologie en energiemarkt. In technologie zien we een verandering in elektrisch rijden, wat echt een verandering teweeg brengt in bijvoorbeeld de elektriciteitsmarkt. Zonne-energie of duurzame energie in de algemeenheid, maar zonne-energie komt heel erg dichtbij. En de verandering van businessmodellen. Er komen nieuwe bedrijven op deze markt die met een compleet ander principe naar de business kijken en die verandering teweeg zullen brengen in hoe wij omgaan met energie. Nou, in die nieuwe energiemarkt zie je een aantal belangrijke dingen, maar wat altijd blijft overeind staan is wat wij noemen de energy trilemma. Dus we hebben altijd betrouwbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming van de energievoorziening. Nou, de verduurzaming is iets wat nu op dit moment enorm aan het groeien is. Nou, hoe kun je dat dan doen en gelijktijdig betrouwbaar en betaalbaar blijven? Nou, betrouwbaar, dat is iets wat wij voorstaan. Dat doe je door zeker te weten, of eigenlijk een zekerheid aan de klant te geven, dat wat je levert, dat je daar ook van aan kunt. Nou, dat doen we hier onder andere bij het meten van slimme gasmeters en slimme elektriciteitsmeters. Dus meters die verkocht worden aan een klant, of die geleverd worden bij een klant, nou, die weten in ieder geval, het is bij ons getest, die dingen die voldoen aan de eisen waarvoor ze gemaakt zijn. Bestaande spelers op deze markt denken na over een verandering in businessmodellen. Dus bijvoorbeeld niet alleen maar een commodity leveren, maar ook services leveren. Nou, dat doen wij als consultant ook. Wij kijken niet alleen maar naar het leveren van adviesdiensten, maar ook kunnen wij bijvoorbeeld andere diensten rondom een product als een smart cable guard gaan leveren. Te zorgen dat de betrouwbaarheid van het systeem overeind blijft en daarnaast toch nog steeds onze expertise inzetten. De transitie naar duurzame energievoorziening gaat steeds sneller en zal steeds meer vanaf onderaf gaan plaatsvinden. Kijk in Nederland, ook omringende landen, heb je heel veel wat wij noemen lokale energiecoöperaties. Echt een bottom-up proces, hoe kunnen wij energie gezamenlijk anders gaan organiseren. Een concreet voorbeeld van zo'n verandering is dat een lokale energiegemeenschap gezamenlijk zon-PV aanschaft, maar ook bijvoorbeeld al begint met energie te verhandelen onderling. En dat is echt een zeer disruptieve verandering. De toekomst van de energiemarkt zal zijn dat we steeds meer op een decentraal niveau gaan organiseren. We zullen steeds meer kijken naar, ik noem maar even, communities, gemeenschappen, waarbij we onderling proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen energieopwek, maar ook energie zullen uitwisselen met elkaar. Dat denk ik dat een van de grote veranderingen gaat zijn. En we zullen een koppeling gaan zien tussen energie en andere businesses, bijvoorbeeld de automobility, dus de auto-industrie. Hoe koppel ik het autorijden aan mijn energiegebruik? Als je kijkt naar de energieverandering die we zien, die er eigenlijk nu al gaande is, dan is het een markt waarbij je de dingen niet meer in je eentje kunt doen. Het is zo complex aan het worden en we zullen zoveel van elkaar nodig hebben, dat je dit soort zaken alleen maar gewoon in samenwerking kunt doen. Dus dat betekent niet alleen de traditionele energieleveranciers en netbeheerders, IT-bedrijven, mensen uit de automobielindustrie, mensen uit de telecomindustrie, consultants zoals die van de EVGL, al dat soort partijen moet bij elkaar brengen om te zorgen dat je toe kunt werken naar een nieuwe energiemarkt van de toekomst.